Vandaag gaan we snijden aardappel brunoise. Ze zit nog een beetje in het thema aardappel. En brunoise wil niks anders zeggen als blokjes. Blokjes van 5 bij 5 mm. En wat hebben we daarvoor nodig? Als eerste natuurlijk materiaal. Een koksmes. Dun schiller. Anti-slipmatjes. Ik heb ze gewoon van de IKEA, hartstikke handig. Glijd je snijplank nooit weg. Een afvalbakje, zoals altijd. En zo meteen een bakje met koud water waarin onze blokjes kunnen. Nou, waar kan je zo'n aardappelbrunoise voor gebruiken? Bijvoorbeeld voor een salade. En we kiezen weer als eerste de soort aardappel. We willen dat onze blokjes mooi heel blijven. Dus dat die mooie scherpe kantjes die we eraan snijden, dat die heel blijven. Dus weer is onze keuze een vastkokende aardappel. Ja, let op dat groene bandje wat op die zak staat. Dus keuze van de aardappel, materiaal. Dan gaan we naar de werkplek inrichten. Ik leg deze matjes onder mijn snijplank. Normaal gesproken als je met groente aan de gang gaat, uiteraard een groene snijplank. Maar ja, ik heb alleen thuis een witte voorradig. En daar spelen deze filmpjes zich af. Dus je legt je snijplank stevig vast, zodat hij niet wegglijdt. En hoe is mijn snijplank ingedeeld? Hier ligt het product dat gesneden moet worden. Hier is mijn snijvlak. En hier ligt mijn gesneden product. En liever nog in het bakje. De eerste handeling is dus, zoals gezegd, schillen. Je neemt het in je hand. Dun schillertje bij, afvalbakje eronder. Vallen die schillen meteen erin. Je wil niet weten hoe vaak leerling Cox zo boven je plank aan het schillen en dan vervolgens allemaal in een bakje gaan schuiven. Nou, de zwaartekracht is met ons, dus laten we daar alsjeblieft gebruik van maken. Zet zo'n bakje meteen op je plank. Dat scheelt afval. Meteen even het water bewaren, wen jezelf dat aan. En check je aardappels ook, dat ben ik misschien vergeten bij de allereerste intro. Check dus even of je geschikte aardappels hebt, maar ook of er geen rotte plekken, uitlopen, schimmel, andere enge dingen in die aardappel zitten. Want van een matig product kan ik geen lekkere salade of geen mooie brunoise snijden. Vertrekpunt is altijd een goed product. Goed. Schillen van aardappels met een dun schiller. Ja, ik draai hem zo langzaam. En je ziet dus ook dat mijn werkplank heel netjes blijft. Ja. Overzicht, rust, zorgt ook voor rust in je hoofd. Zorgt ervoor dat je netjes kan werken. Als je uitgeschild bent, afvalbakje weg, plankje aan de kant. En dan komen we bij veiligheid van het snijden. Het begint al met vastleggen van je snijplank. En het tweede is een scherp mes. Met een botmes moet je meer kracht zetten. Schiet je sneller uit en maak je ook lelijkere wonden. Ik gebruik hiervoor een koksmes. Ja, dus ik zoek een passend mes bij het product. Ik ga niet met een kleine aardappelschilmesje blokjes snijden, maar kies voor een redelijk groot mes. En ik wil even de techniek laten zien waarmee je dat behandelt. Je houdt hem gewoon zo vast. En je maakt een walsende beweging met het mes. Als een soort stoomlocomotief idee. Ja, dus je gaat omhoog naar achter en dan naar voren en naar beneden met een soort rondgaande ovaal soort beweging. Ja, dus dat is de handeling. En het is gewoon wat ze noemen muscle memory, dus je moet het veel doen. Op een gegeven moment dan bent je hand eraan en gaat het steeds sneller. Ja, ik heb liever dat het netjes gaat en veilig als heel snel met veel wonden. Dus dat is stap 1. Dus vasthouden van het mes, in je hand stevig erin klemmen, maar wel ontspannen en een walsende beweging. Kun je gewoon droog al thuis oefenen als je dat wil proberen. Maar dat is hoe een professionele kok snijdt. Dus met deze walsende beweging. Vervolgens heb je ook de positie van je andere hand. Dan ga ik er een aardappel bij pakken. En we willen natuurlijk niet in onze vingers snijden. Dus wij rollen onze vingers. Hou ze niet plat zo. Maar wij rollen ze een klein beetje op als het ware. Ja, en een van de eerste dingen die je opmerkt als je een aardappel beet hebt. Is dat die rolt. Nou, rollen zorgt voor gevaar. Dus het eerste wat ik doe is ik maak er een plat kantje aan. Nou, dus je ziet dat ik mijn handen al in een soort kattenklauwtjes, zoals we het in de keuken noemen, zo'n gebogen positie houd. En al deze dingen zou je normaal gesproken gewoon kunnen bewaren. Voor deze demo doe ik dat uiteraard niet. Dat is het afvalbakje. En ik ga de aardappel een beetje vierkant maken. Dan zie je ook meteen het nadeel van brunoise snijden. Hier staat er wederom best wat afval. Natuurlijk kan je dit een tweede leven geven. Daarover in andere video's meer. Maar voor brunoise is het belangrijk dat die aardappel
behoorlijk vierkant is. Dus dit is het uitgangspunt. Nou, deze twee vingers controleer ik mijn product. En met deze drie vingers begeleid ik mijn mes. Dus ik houd het product zo vast. Ik zet mijn mes hier tegenaan. En ik meet af een plak van ongeveer 5 mm dik. Ja, dus vingers. En ik wals nog niet, wat ik net aan het doen was. Ik doe gewoon met een tiltmes op en met een naar voren gaande beweging snij ik dat netjes af. Zorg ervoor, voor een goed resultaat, dat alle plakjes gelijk zijn. Ja, dus het snijderproduct, snijvlak. Eindresultaat. En nu gaat het weer terug naar het snijderproduct. En nu ga ik ervan snijden reepjes. Deze twee vingers controleer ik weer met mes. Mijn mes zit tegen mijn vingers aan en ik snijden van mooie baantjes. Dat doe ik eerst allemaal. Een beetje fabrieksmatig werken. Het werkt namelijk sneller. Als het goed is, kan je zien hoe gelijkmatig mijn reepjes zijn. Zodat ik zo meteen ook een mooie gelijkmatige brunoise heb. Nou, dit is het gesneden product. Verhuizen we hier naartoe. En vervolgens ga ik ervan snijden brunoise. En nu komt die walsende beweging. Met deze twee vingers controleer ik mijn product. Die andere worden opgerold. En mijn mes gaat walsende beweging langzaam tegen mijn hand op. Naar achter lopen. En zo snij ik daarvan een fraaie brunoise. Ja, gesneden product ligt rechts, te snijden product ligt links. Nogmaals gezegd, beter netjes en veilig. Dat is heel slordig, lelijk eindresultaat en onveilig gewerkt. Gaat het nou beter? Dan kun je meer dingen tegelijk nemen en misschien een tempo wat opvoeren. Met het punt van het mes blijft zoveel mogelijk op de snijplank. Ja, en alle restantjes die niet mooi vierkant zijn, die gebruiken we voor andere dingen. Het snijden van brunoise. Mes leggen we weer terug op zijn plek. En deze brunoise gaat in koud water om verkleuren te voorkomen. We doen nog een keer dunnetje over. Stap 1. Vierkant maken van de aardappel. Zorg dat er een plat kantje aan ligt voordat je daarmee begint. Je vingers een beetje krom houden. En ook als je iets van je mes af wil halen, nooit naar het mes toe, maar altijd mes van je af en altijd zo doen. Kan je nooit snijden. Aardappel vierkant maken, vertrekpunt van de brunoise. Vervolgens gaan wij plakken snijden. Alweer vervolgens. Van 5 mm dik. Die bevinden zich links. Dan gaan we ze met twee tegelijk. Reepjes van snijden. En dan maken we ervan weer een nette brunoise. Belangrijk is dat ze gelijkmatig zijn. Waarom? Dus we moeten zo meteen koken, blancheren beter gezegd. En we willen dat al die aardappels tegelijk gaar zijn. Ja, we willen niet grote kleine blokjes door elkaar heen, want dan is het ene blokje overgaar. Het volgende blokje is nog helemaal rauw. En dat moeten we zien te voorkomen. Ja, dus het snijden van brunoise. Nog even een keer resume. Materiaal klaarleggen. Mes, plank, dun schillen. Twee afvalbakjes, antislipmatjes, werkplek inrichten. Plank vastleggen, mes erbij, dun schillen erbij. En je werkt van links naar rechts. Denk aan de handpositie. Stevig vasthouden, maar soepel. Walsende beweging, linkerhand in een kattenklauw. En wordt jouw resultaat nou nog niet zo mooi als wat ik hier laat zien? Treur niet. Deze hand heeft al 10.000 uur geoefend. En die van jou moet misschien nog wat meer oefenen, dat is niet erg. Oefening baart kunst, zoals gezegd. En veel oefenen zorgt voor een mooi resultaat. Altijd kritisch zijn op je eigen werk, zeker op je snijwerk, dat het mooi verzorgd uitziet.
het snijden van een fraaie brunoise.